begin bij was. Die keihard heeft gewerkt voor de JFVD al 2 jaar in het bestuur. De boel aanvoert. Hij is de voorzitter van de JFVD. Goede vriend en iemand die keihard werkt voor deze partij. Vooral op de achtergrond. Maar vandaag komt hij even op het podium om iets toe te lichten. Dus graag een mooie ovatie voor Freek Jansen. Ik heb dat ding. Ja. Lieve leden, het staat een beetje hard. Wij zijn bezig om een hoge toren te bouwen. Een toren die tot in de hemel reikt. Verdieping na verdieping hebben we samen gebouwd. Op de schouders van onze voorouders. Op de schouders van reuzen. En alles wat wij deden, alles wie wij zijn, droeg bij aan die vooruitgang. Van het wiel tot aan de stoommachine tot aan de space shuttle. Maar ergens halverwege de vorige eeuw zijn we gestopt. Omdat we elkaar niet meer konden verstaan. Want de kracht is uit ons maatschappelijk lichaam gegaan. We zijn moreel verzwakt. Ons is altijd verteld dat we in vrijheid leven. Van Dresden tot Londen, van Amsterdam tot Rome. Maar alles wat ons sterk maakt, breken we af. En sinds jullie de moederschoot hebben verlaten, zijn jullie als slaven opgevoed. Want hoe vrij zijn wij dat als alles wat we kunnen doen klein is? Hoe vrij is de mens als hij zichzelf niet kan ontplooien voorbij alles wat al bestaat, als we stilstaan? Hoe vrij zijn we als alle facetten van onze beschaving onder vuur liggen? Als je niet meer mag zeggen wat je denkt. Als je niet meer mag vechten voor wat je dierbaar is. Iedere dag worden we doodgegooid met de meest absurdistische verhalen. Een trend die komt overwaaien uit Amerika. Transgenders van 8 jaar oud. En empathielessen op scholen. Discussies over foute straatnamen. Over genderneutraliteit. Dus de moraal van een zwakke bevolking. Een bevolking die schaapachtig toekijkt, terwijl de gevestigde machten hen in de hoek drijft. Een moraal waardoor we alleen nog geven om alles wat zwak is, een hulp behoeft. Niet wat ons gezamenlijk verder brengt. Een moraal die ons opslokt in een uitzichtloze internationale woeker-economie. En alle landen vangt in het gouden web van het mondiale schuldensysteem. En wij zijn hier de dupe van. Onze generatie. Een gemiddeld huis in Nederland kost nu 300.000 euro. Starters maken geen enkele kans op de markt. We worden uitgebuit in bespottelijke stagecontracten. Pensioen, dat is iets van het verleden. Wij mogen de last dragen voor de massale immigratie die ons land treft. De straatterreur, de zinloze en peperdure klimaatmaatregelen komen voor onze rekening. En overal om ons heen zien we de symptomen van een maatschappij in ontbinding. Jeugdwerkloosheid, overspannenheid, depressies. En natuurlijk zijn er zij die het met ons oneens zijn. Mensen die ons fascisten noemen, nazi's. Heel erg fout. Het zijn de zelfvoldane moralisten die met hun fariseese schijnheiligheid prediken tegen alle vormen van moraliteit. Nihilisten die alles en iedereen zwart maken dat opkomt voor onze beschaving. Onze universiteiten, onze journalisten, de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. Het zijn de stormtroepen van de gevestigde orde. Ze leren ons dat de Nederlander niet bestaat. Dat onze geschiedenis slecht is. Dat we een onaflosbare erfschuld dragen. Waarvoor onze wereld tot een einde moet komen. Ze proberen ons te duwen in de isolatie die onze samenleving in zijn greep houdt. Want zolang niemand met elkaar spreekt, zolang niemand elkaar echt in de ogen kijkt en het heeft over de dingen die echt belangrijk zijn, dan houden zij de macht. Via de angst voor sociale isolatie dwingen zij ons tot het apathisch instemmen met onze eigen afschaffing. Maar kijk om je heen. Vandaag zijn er weer honderden jonge mensen, vrienden, vriendinnen, kameraden, verenigd in een gezamenlijke strijd en missie. En daarom zijn dagen zoals deze zo belangrijk, om ons te herinneren aan het feit dat we niet alleen zijn. Dat er honderden duizenden andere jongeren zijn, mensen zijn, miljoenen die het met ons eens zijn. Die ook klaar zijn. En daarom is JFVD zo belangrijk. Een vereniging waar mensen samen kunnen komen. En vrij kunnen spreken. Zichzelf kunnen zijn. Niet hoeven te passen in een politiek correct keurslijf. En terwijl nu aan de overkant een fotograaf van de Volkskrant foto's probeert te maken van deze bijeenkomst als een soort paparazzi, staan wij hier bij elkaar om wel te hebben over de echte dingen waar het om gaat.
Wij hebben ons losgemaakt uit de valse ethiek die zoveel van onze leeftijdsgenoten knevelt. Wij weten dat hun ideeën absurd zijn. Want natuurlijk zijn er velen die wel volgen. Die wel gevoelig zijn voor de emotionele en morele chantage van de cultureel-economische tirannie. Jullie kennen ze allemaal. Waarschijnlijk hebben jullie heel veel vrienden die onze ideeën verwerpen. Die er niets van willen weten. Maar vergeet niet, vergeet nooit, dat onder dat leger van lamgeslagen D66-apaten onze familie driftig wacht. Netflix en pornografie kunnen misschien hun wil bedekken, maar ze kunnen nooit begraven wat in hen zit. Wat in ons allemaal zit. En het is onze taak om ze los te maken. Het is de taak van onze generatie om echte bevrijding te brengen. Wij moeten het antwoord bieden op Clown World, de geleidelijk alle facetten van ons leven binnendringt. Wij gaan een alternatief ontwerpen voor de neoliberale orde van het internationale schuldenkapitaal. Wij gaan onze beschaving redden van de dreigende ondergang. Want wat hard lijkt voor sommigen, is noodzakelijk voor ons allemaal. En het gaat ons lukken. We mogen nooit toegeven aan de twijfel die ons allemaal van tijd tot tijd bekruipt. Want om die volgende verdieping van de toren te bouwen, hebben we doorzettingskracht nodig. Discipline, overwinningsdrang, ja zelfs overheersingsdrang. Zelfs toen Wodan ontdekte dat door zijn eigen schuld aan de bouwers van de hemelpoort de wereld tot een einde zou komen, zelfs toen riep hij de Aesir bij elkaar. En zo staan wij hier ook verzameld voor dat laatste, maar ook eerste gevecht. Want dingen kunnen snel gaan. In 1987, als je mensen toen had gevraagd hoe lang de Berlijnse muur nog zou staan, dan hadden ze het einde niet kunnen voorspellen. En 2 jaar later stortte dat ding in. En de hele Sovjet-Unie, een van de grootste en machtigste wereldrijken ooit, kwam mee naar beneden. 2 jaar geleden begonnen wij met JFD. Ja. En 2 jaar later zijn we de grootste politieke jongerenvereniging van Nederland. En 2 jaar geleden kwam Forum voor Democratie met 2 zetels in de Tweede Kamer. En nu, weer 2 jaar later, is FVD de grootste partij van Nederland. En over 2 jaar, over nog maar 2 jaar, zijn de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Onze volgende slag. Dus wij gaan door met bouwen. Wij gaan door met het versterken van onze beweging. We gaan nog meer events organiseren. Nog meer mensen erbij betrekken. Opleiden, trainen. Betrekken bij onze missie, bij ons plan. Deze eeuw wordt onze eeuw. De eeuw van de wedergeboorte. Dank u wel, Jennis.